Het is een schitterende dag en vandaag vindt de vierde editie plaats van de City Swim Dordrecht Swim to Fight Cancer. En die historische havens van Dordrecht zijn vandaag het decor voor de vele deelnemers die zwemmen met maar één doel. Zoveel mogelijk geld inzamelen voor meer wetenschappelijk onderzoek naar kanker. En verslag doen van deze dag is nog altijd de beste smoes om zelf niet mee te hoeven zwemmen. Handdoeken zijn er vandaag gevouwen? 550. 550? Nee, niet gevouwen, hè, gerold. Dit krijgen de deelnemers zodra ze klaar zijn. Als ze het water uitkomen, krijgen ze deze omgehangen. Met een shirtje. U bent nog druk bezig, zie ik. Hoeveel handdoeken zijn er vandaag gevouwen? Ik zie het een heel rijtje vol. Ik heb ze niet geteld. Mevrouw, u bent een van de eerste die al zit te wachten. Nee, toch? Waar wacht u op? Mijn dochter is met mee, dus we zitten te wachten. Ja, en is dit de plek om haar aan te moedigen of is dit de plek om haar aan te zien komen? Ja, ook, allebei. Meneer Van Heiningen, u bent een van de grote mannen achter deze dag. De City Swim Dordrecht. Zwemt u zelf ook mee? Ja, ik moet me nu geestelijk klaarmaken voor de 2,5 kilometer. Het lichamelijke, dat moet al gebeurd zijn, hè, in de vorm van trainen. Ik heb veel aan mijn hoofd in de organisatie en dat doe ik natuurlijk met z'n allen. Dus ik moet altijd proberen om lichaam en geest weer bij elkaar te brengen. Mevrouw, wat zit er in de tasje? Nou, mijn tasje is eigenlijk al half leeg, maar er zat een bakje tomaten in en een pakje met koekjes. Nou ja, en natuurlijk je badmuts met je nummer en je dingetjes die je tijd bijhouden. En een bidon om te kunnen drinken. En wat voor dag wordt het vandaag? Waar hoopt u op? Ja, het wordt weer een feest. Ik bedoel, waar is het feestje? Hier is het feestje, zo'n dag. En hoeveel deelnemers zijn er dit jaar? We hebben 440 zwemmers. Zijn er 40 meer dan vorig jaar? Ja, boven het aantal van zo'n 400 vorig jaar. Er zitten nog ook 10 zwemmers, 12 zwemmers vanuit Friesland bij. Dus het kan niet beter. Meneer van hetzelfde, goedemorgen. Goedemorgen. Hi. Hoe maakt u het? Ja, goed. Ja. Nou zit u hier zo aan de kant, wat doet dat met u? Ja, een beetje beladen dag, als ik terugdenk aan vorig jaar in ieder geval. Maar dat probeer ik zoveel mogelijk te doen. Ik ben weer aan het opbouwen, dus daar moeten we niet terugkijken. Ja, want u was vorig jaar zelf actief betrokken bij de City Swim, maar u bent zelf getroffen door kanker. Ja, klopt. Ja, inderdaad. Ik heb botkanker gekregen. Dat hoorde ik vorig jaar net voor de City Swim. En met als uiteindelijk gevolg dat ik mijn been ben kwijtgeraakt, mijn rechterbeen. Boven de knie, dus ja... Ja, ik zeg dan altijd maar, het kan nog erger hoor. Ik heb in een revalidatiecentrum gelegen. Nou ja, als je daar dan ziet wat er allemaal is, dan denk ik ben ik blij dat ik alleen maar een been mis. Maar goed, ja. En ik ben schoon verklaard. En ik moet nog wel elk kwartaal op controle. Dus dat is altijd wel even spannend. Voor de rest zit er een zakje in, waar dat je je telefoon in kan bewaren. Kortom, dit is het zakje voor de wedstrijdzwemmer voordat ze het water in gaan. Absoluut. Meneer, goedemorgen. Goedemorgen. Zwemt u nou voor de vierde keer mee? Nee, voor de derde keer. De derde keer? Ja, ja, de eerste keer heb ik niet meegedaan. Toen twijfelde ik vandaar. Waar zat de twijfel? Lichamelijke omstandigheden en buitenwater. Ik wist niet of je nou met badpak wel of niet mijn beendoorcirculatie wel goed was, ja of nee. Dus, maar dat is nu in orde? Ik kan het zo met sokken aan, kan ik het goed behappen. Dus, ja, want wat is uw motivatie dan, dat u voor de derde keer meedoet? Samen met ook de mensen van de Dordtse Reddingsbrigade zwem ik mee. En ook gewoon omdat ik best wel wat mensen in mijn familie ben verloren aan de ziektekanker. En omdat er gewoon betere medicijnen en bestrijding tegen moet komen. En welk geldbedrag hoopt u vandaag binnen te halen? Vorig jaar 200.000 en dit jaar wordt het? Nou, meer dan 200.000. Doen ze gok? 210. Nou, aan het eind van de dag kom ik nog bij u terug en kijken of we dat bedrag gehaald hebben. Gaan we doen. Ja, de rest pas jij bij. Bij deze. Dames en heren, jongens en meisjes, welkom hier bij de vierde editie van de Dordtse City Swim, Swim to Fight Cancer. En we gaan er met elkaar weer een fantastische dag van maken. 3, 2, 1. We zijn gestart.
Dames, mag ik even wat vragen? Staan jullie voor een bepaald persoon? Ja, wij staan voor verschillende personen, ja. Voor wie staat u? Ik sta voor mijn zoon, Jeroen Reining, en zijn grote vriend Erwin Deunauer. En heeft u hem al voorbij zien komen? Nee, ik denk dat hij zo komt. We staan hier vol verwachting. En heb je nog een bepaalde jel in gedachten? Ja, wij hebben een hele bijzondere. Laat even horen. Ja! Oké, dan ga ik nu naar de KNO-arts. Dit is herkenbaar, omdat we dat met de windsport altijd doen. Okay, vandaar. Ja. Komt hij of zij daaraan? We gaan kijken, het is nummer 30. Nummer 30? Ja. Oh, die heb ik al voorbij zien komen, hoor. Nee. Mijn man is aan het zwemmen, dus we zitten vol spanning te kijken of we hem voorbij zien komen. Natuurlijk. Is dat de eerste keer dat hij meedoet? Nee, derde keer al. We wonen 3 jaar in Dordrecht en ook 3 jaar meezwemmen. Dus. En heeft hij een bepaalde een speciale reden waarom hij meezwemt? Of dat het voor kanker is? Nee, ja, dat is eigenlijk de belangrijkste reden. En dat het gewoon een mooi evenement is voor de stad. En om aan zelf aan mee te doen. Ja. En hoe vind jij dat papa meedoet? Leuk. En heb je hem, nee, je hebt hem nog niet voorbij zien komen? Nee. En wat ga je roepen naar papa als hij voorbij komt? Hup, papa. Dames, ging die goed zo meteen? Geweldig, ik ben super trots op hem. Ik zie het ook een beetje van. Dat klopt, ja. Ja. Dat is mag een emotioneel momentje? Ja, een beetje. Ja, ja, mooi. Ja, mooi om te zien. Fijne dag. Dankjewel. Let u nog speciaal op de zwemmers, op bepaalde signalen, of ze het nog volhouden of zo? Op het moment dat ze gaan draaien, wentelen, keren, dus op hun rug gaan zwemmen, dan wordt het mogelijk kritiek. Want dan worden ze erg moe. Zwemmen ze in één lijn door, is er niks aan de hand. Maar op het moment dat ze gaan keren, dan moeten we ze opletten. Maar nog niets gebeurd? Ik heb nog niks gezien. Nummer 71, merkt u iets van alle aanmoedigingen? Ja hoor, zeker. Hartstikke goed. En hoe gaat het tot nu toe? Ja, een beetje in beslag komen. Dat komt helemaal goed. Ik ben Ad. Hey, ik ben Gerard. Merk je nog iets van alle aanmoedigingen langs het parcours? Ja, superleuk. Ja. En hoe is het water? Lekker. Kom je erbij? Nou, ik zou best willen. Mooi zo. Nou, trek je zwembroekje aan dan. Ja, maar overhemdje uit. Ik moet verslag doen van deze dag en dat is altijd nog de beste smoes om niet mee te hoeven zwemmen. Oké, nou, ik ga zo even naar de brug toe. En dan ga ik terug mijn maatje halen, want die zwemt achter me. Nummer 98. Hadden jullie afgesproken om bij elkaar te blijven? Nee, ja, een beetje. Maar ik had de slag lekker te pakken, dus ik denk ik ga gewoon verder. En dan ga ik straks wel weer terug, want ik vind dat laatste keer wel leuk om samen de finish te gaan. Een beetje sportief te eindigen. Ja, toch? Zijn er nog lastige stukken in het parcours? Ja, aan het begin bij de Engelenbrug. Daar had je echt wel heel erg stroming de stad uit, zeg maar. Dat heb ik eerder gehoord. Ja, dat was echt bizar. Maar als je je dolfijnenslag aanzet, dan zwem je in de zee erin. Ja, hoe ziet dat eruit? Hoe het is? Super, hè? Hoe gaat het tot nu toe? Ik ben echt kapot. Ja, ik ben echt moe. Moe. En moet je nog een heel stuk? Ja. Kom wel goed, toch? Zijn er lastige stukken in het parcours? Ja, die net voor, na voor de Grote Kerk, dat is heel zwaar. Stroming wellicht? Ja, maar we hangen een touw, dus je kan je nog vooruit trekken.
Maar het is een sterke stroming daar. Je gaat het wel halen? Ja, wel. Moet wel ergens waterpolen hoor. Met waterpolen? Ja. En ik doe alles schoolslag bijna. Maar, kun je niet met iemand opzwemmen? Ja, dat was de bedoeling, maar ze gingen allemaal borstkrollen. En ik denk, ja, zoek het maar uit, ik ga lekker schoolslag zwemmen. Nou, zet hem op, hè. Ja, dankjewel. Het lijkt net een beetje vakantie. Ja, zeker. Lekker opletten op de zwemmers. Waar let je op? Ja, vooral op vermoeidheid. Dat mensen toch door de stroming niet al te vermoeid zijn. Of dat ze ook al even komen hangen. Het is een hangplek dit. Ja, precies. Nee, gewoon voor als het nodig is dat ze even... En zijn jullie al in actie moeten komen? Nog niet gelukkig. Maar als het moet, dan moet het. Ben jij er als eerste bij? Ja, een van de boarders. Als ik me nu in het water laat vallen en ik doe net alsof ik moe ben, dan kom jij gelijk op me af. Kom ik gelijk. Nou, dat is haast een uitnodiging. Ja, nou. Inmiddels sta je onder de douche, ik met je vriend. Jij bent... Ja, uiteindelijk zwom hij helemaal niet zo ver achter me. Dus ik hoefde niet zo heel ver terug te zwemmen. Maar we hebben het wel gered nou, zo een biertje drinken. En hoe vond u het gaan? Wat zegt u? Vond u het gaan? Ja, uitstekend zelfs. Achteraf gezien had ik er wel een tandje bij gekund, maar ja. Maar hij moest op je wachten. Ja, ik zag het. Ik zag hem twee keer terugkomen. En onderweg hebt u nog een biertje gehaald volgens mij. Ja. Maar dat hebben jullie niet gezien. Nee. Zag je nou met een kroket voorbij komen? Ja, ik had ook al voor je eigenlijk trekken. Kom iets uit het vlak had. Kan we daar verder lullen? Hey, maar zwomt hij jou voorbij met zijn beroemde dolfijnenslag? Ja, ik ben eraan gewend geraakt zo door de jaren heen. Maar inderdaad, ja, ik zie het geen eens meer zo snel gaat hij. Jullie konden het filmen. Jullie hebben zo'n hoge snelheidscamera. Ja. Discovery. Hi Dejan. Hoi. Hi Dejan, jij bent de jongste deelnemer. Ja. Hoe oud ben jij? 7. 7 jaar. En jij gaat zometeen hier in deze haven zwemmen. Ja. Dat is heel dapper. Ja. Hey, en ik heb een vraag aan jou. Heb jij heel vaak geoefend voor vandaag? Ja. Ja, hoe vaak? Heel vaak. En waar oefen jij dan? In het zwembad. Maar dat is heel wat anders dan het water hier. Ja, bij MSC. Ja. En welke zwemdiploma's heb jij? Ik heb A, B, C en zwemvaardigheid 1. Hoe oud was jij toen jij ging zwemmen dan? Toen ik eerst ging zwemmen. 3. Jaar. Ja, en toen ik mijn diploma kreeg, de eerste 5 jaar. En de tweede weet ik niet en de derde ook niet. En hoeveel meter ga jij nu zwemmen? Die weet ik ook niet. Nou, in ieder geval een heel eind. Ja. Nou, succes jongen. Ja. Meneer, u staat hier zo met het bloemetje. Ja. Ja, voor wie is het? Mijn moeder. Je moeder? Mijn moeder, ja. Ja. Vertel. Je gaat de kilometer zwemmen, zometeen, om 10:01. Heeft zij een persoonlijke reden, behalve dat het voor de kanker is dat ze meeswemt? Ja, ze heeft vorig jaar de ziekte ook gehad. Dus die heeft ze overwonnen. En daarom was ze nu sterk genoeg om te laten zien dat ze door kan gaan. Zeg maar. Dan is het helemaal een mooie gelegenheid om een bloemetje te geven. Zeker weten, ja. En dapper dat ze meeswemt. Ja, en hopen dat ze het gaat halen natuurlijk. Daar ben je niet helemaal zeker van? Nou, ja, dat zal toch wel moeten. Ze is zo'n krachtig persoon. Kijk dat nou staan. Dit is de vrouw. Mevrouw, hij staat al klaar met zijn bloemetje, maar u moet er nog wel wat voor doen. Ja, ja, ja. Kilometer zwemmen, maar... Ja. Maar mag ik u vragen met welke emotie staat u? En ik hoor net van uw zoon dat u bent zelf getroffen door kanker. Ja. Het gaat nu gelukkig beter, begrijp ik? Ja, gelukkig wel. Wat doet het met u? Ik ben blij dat ik het kan doen. En ik had wel zoiets van, nou, ik wil gewoon iets doen. En omdat ik het nu kan, heb ik dit gekozen. Maar het zit wel tot. Ja. Maar het komt goed. Gaat toch zo het water in. Dus. Na 2 jaar. En Celine en Amy, wie zijn dat? Jullie? Celine, dat is een hele goede vriendin van ons. En Amy is een vriendin van een vriendin die helaas niet mee kon vandaag. Maar ze vieren het leven. Wat betekent dat? De vriendin die helaas niet bij kon zijn, haar moeder is vorig jaar overleden.
aan kanker. Die was hier vorig jaar toen zij zelf zwom. En ja, dus vandaar vieren we het leven omdat het zo voorbij kan zijn. Klinkt heftig. Ja, dat was ook heftig, ja. Ja. Dus dat geeft deze dag dan een extra glans dat jullie hier voor hun zijn, maar ook in gedachten voor... Ja, voor haar moeder, ja, ja. Ja. En gaan ze die kilometer halen? Tuurlijk, daar gaan we vanuit. Echte doorzetter? Ja, allebei. Ja. Nou, ze zeggen moedig flink aan. Ja, gaan we doen, dank u wel. Hoe belangrijk is deze dag? Heel belangrijk, echt heel belangrijk. Zoals jullie weten gaat dit allemaal in het kader van kanker, hè, Swim to Fight Cancer. En gaat ook nog eens een groot deel van de opbrengsten naar het ziekenhuis om onderzoek te doen naar kanker. Ja, dus het is heel, heel belangrijk. Vorig jaar ging de totale opbrengst naar het Albert Schweitzer ziekenhuis. Ja. En dit jaar gaat er nog een deel voor aanvullend onderzoek. Zeker, ja, dat klopt precies. Ja. En wij hebben ook hier loopt de dokter rond die dat onderzoek ook doet. Hè? Dokter Mark David Levin, hematoloog, internist in het ziekenhuis. En die is heel erg bezig om dat onderzoek ook te doen. Maar ook heel erg bezig om hier te promoten en zelf mee te zwemmen. Hè? Dokter Levin, u doet mee of u onderzoekt zeg maar wetenschappelijk onderzoek, hè, naar kanker. Wat is daar even het korte stand van zaken? Nou, ik doe met name onderzoek naar chronische leukemie. Hè. Dat doen we samen met het Erasmus MC en het Academisch Medisch Centrum in Amsterdam. En vorig jaar is er een onderzoek beëindigd naar nieuw medicatie voor chronische leukemie. En waar we vandaag geld voor bij elkaar halen is om te kijken naar die mensen die vorig jaar dat onderzoek beëindigd hebben. Welke patiënten nou het beste kunnen reageren op die nieuwe medicatie. Kunt u zich voorstellen dat mensen die getroffen worden door kanker, die dan zeggen van nou zo'n onderzoek kan maar niet snel genoeg gaan. Krijgen wij een toekomst zonder kanker? Dat denk ik niet. Nee, kijk, kanker is eigenlijk een slijtage van het lichaam. En we hebben heel veel celdeling in ons lichaam en daar gaat gewoon zo nu en dan wat mis. Dus er zal altijd kanker, denk ik, ontstaan. Alleen de vraag is, kunnen we die kanker dan vrij makkelijk oplossen? En daar zijn we mee bezig, dat we betere behandelingen krijgen die minder bijwerking hebben en beter werken. Is dat nou een fijne onderbreking dat je uit het water moet? Ja, eigenlijk wel, want dan kan ik nog even wachten op mijn collega's. Je moet wachten op je collega's? Ja. Ik dacht, nou, ik loop een stukje met u mee. Maar... Oh, dat mag. Ja. Maar als we dan heel even wachten op Sonja, dan... Dan wachten we even, kijkers. Ja. U bent vandaag extra gemotiveerd om hier het water in te gaan, neem ik aan. Zeker weten, ja. Een kilometer, u gaat het halen. U verkeert een goed gezelschap, heb ik begrepen. Ja, het is een heel team uit het Albert Schweitzer ziekenhuis. De voorzitter van de medische staf, de voorzitter van de raad van bestuur. Dus dat komt helemaal goed, ja. Heeft u nog enige competitiedrang dat u denkt van, laat ik in het water laten zien dat ik toch de beste ben? Nou, ik moet de raad van bestuur dan toch een beetje voor laten gaan. Hè? Het gevoel van eigenwaarde laten hebben. Dus dat is niet verstandig om omver te zwemmen. Nee, dat, zelfs op een dag als vandaag. Ja, daar hebben we toch respect voor elkaar. Ja. Okay, heel veel succes. Dankjewel. Nou, loop ik met jullie mee. Loop even met ons mee. Ja, ik heb het gehoord, Sonja, dat jij bent Sonja. Dat zei Cindy tenminste. Is het nou een leuke onderbreking, dat klunen? Weet ik eigenlijk nog niet. Ik denk het wel. Hoe is het? Hoe gaat het momenteel met je? Het gaat redelijk. Ik heb last van een slijmbeursontsteking, dus die doet flink zeer. Oh. Maar ik heb een keuze en mensen met kanker hebben geen keuze, dus we zetten gewoon moedig door. Ja, en we zwemmen tot het eindstreep. En hoe gaat het in het water? Want we horen erg veel over de stroming vandaag. Ik vind het meevallen. Ja. Met het oefenen heb ik er meer last van gehad. Hoe vaak heb je geoefend? Eén keer. Ja, hier in de haven 1 keer. Kom je uit Dordrecht? Nee, Zwijndrecht. Zwijndrecht? Klopt. En nu ga je er weer in. En Sonja ligt nu op je voor, hè? Of gaan ze weer op je Cindy, wachten? Ja, maar die wacht wel op me. Maar dat geeft niet. Het is geen wedstrijd, ja, Cindy, toch? Jij bent Sonja. Ik haal jullie elkaar. Ja. Maar goed, we kennen elkaar nog maar net 2 minuten. Daarom. Succes, Sonja. Cindy, Sonja, Dit komt niet meer goed. Nee, maakt succes. Niet uit. Het komt goed. Dank u wel. Je mag springen. U gaat ook een duik nemen? Ja, zeker ja. 1 kilometer? 1 kilometer, ja. Ik ben geen zwemmer. Maar hoe heeft u zich dan voorbereid? Ja, in de vakantieperiode... Ik hoor gelach op de achtergrond. Een keer of 10 gewoon gezwommen en een paar keer in het zwembad in Dordt.
En dan, dan die kilometer denk ik van, weet je, dat gaat mij lukken, dat moet mij lukken. Is misschien ook een zeg met de mentale kracht die om de hoek komt kijken. Bij dit soort onderwerpen altijd. Ja. Ik zag net Pieter van Hetzelfde. Nou, die ken je waarschijnlijk, organisator eigenlijk, motor achter het hele gebeuren. Heeft zelf kanker gekregen. Je loopt er weer stralend bij. Ik zeg Pieter, ik zwem voor jou vandaag. Ja, tuurlijk. Wat heb je onder je kin? Ik loop een stukje met je mee. Wat heb ik onder mijn kin? Oh, ik zie het al. Dat is allemaal vuiligheid van het water wellicht. Oh ja, ik denk het. Ik heb gehoord dat het bacterievrij is. Nou, dat denk ik niet. Nee, maar dat de E. coli-bacterie niet aanwezig is. Nou, dat is toch mooi? Mooi meegenomen, toch? Ja. Hey, maar hoe is het verder onderweg? Ja, goed. Ik dacht eerst wel dat ik het zwaar zou krijgen, maar het valt wel mee. Ja? Ja. En nu ga je een duik in het water nemen of ga je via de trap? Ik ga springen. Ik wil het zien. En waar vanaf mag ik springen? Dan loop ik met je mee. Ja, ik denk dat je vanaf hier mag springen. Mag ik je een duwtje geven? Een klein duwtje? Ja? Oké, dan ga ik dat doen. Een duwtje in de rug, maar dan ter aanmoediging, hè? Succes! Nou, zo doen we dat. Wie moedigt u aan? Naar Kimberly Bussing. En waar is ze? Oh, ze gaat net eronder door. Ah. Ja. Ja, ze zijn dus, ja, zeker. Ja, ze zijn mijn moeder en haar vader doet ook mee, maar die zijn de hekkensluiters. Dus dat duurt nog wel eventjes. Die zijn net pas langsgekomen. Maar hartstikke goed en hartstikke leuk dat ze meedoen. Zeker. En hebben zij een speciale reden om mee te doen, behalve dan dat het tegen kanker is? Er is niemand die wij, gelukkig hoeven wij niemand te kennen daarmee, maar nee, ze doen het echt, Solidariteit. Ja, inderdaad. Wat staat op het spandoek? Er staat voor het goede doel ligt Dennis in het water met zijn smoel. Zo, ja, nou dat klinkt. Daar ligt Dennis. En Dennis is nummer? 292. 292. Dat is de, moet u even aanwijzen. De tweede meneer. De tweede meneer. Oh, hij steekt zijn duim omhoog. Ik zal mijn duim ook even omhoog steken. En wij zijn super trots op Dennis. Zet hem op, Dennis. Zet hem op, Zet hem op. Je bent er bijna. Je biertje staat daar. Kunt u lezen wat erop staat? Ja, dat kan ik lezen, ja. Ja? Dan heeft u het niet voor niks opgehangen. Zeker niet, nee. Nee. Maar hij is echt trots op. Is er nog een extra reden waarom hij meezwemt? Ja, zijn eerste vrouw is overleden aan kanker. Dus hij doet vaker aan dat soort dingen mee. Dat komt dan wel even binnen, hè? Ja, zeker. Dus wij zijn super trots op hem. Ik kan me voorstellen. Ja. En dan mag hij je smoel vanavond weer thuis vertonen. Zeker, hij krijgt ook een lekker biertje van ons. Heerlijk. Komt helemaal goed. Tot ziens. Etienne, gefeliciteerd. Je bent Dankjewel. De laatste. Je doet er ook echt alles aan om in beeld te komen. Ja, ik had gezegd, ik bijl als laatste. Moet je ook woord houden. Dus ik heb netjes gedweild voordat ik binnenkwam. Maar kijk eens achter je. Al die boten die hier op je lagen. Ja. Wachten, escorten. Een mooier ontvangst is het toch in deze niet te krijgen. Iedereen support je. Bootjes, peddeltjes achter je. Ik ben helemaal tevreden. Prachtig weer. En het mooiste event van Dordt. Gefeliciteerd. Dankjewel. Heel groot applaus voor Piet van Hetzelfde. Geweldig duo, Piet en Inge. 215.000.
ook een record gekroond. 215.000. En dat is het bedrag tot nu toe, want het groeit altijd nog een klein beetje. Dank jullie wel allemaal, fantastisch bedrag. En tot zover deze sfeerimpressie van City Swim Dordrecht 2018. Het eindbedrag is €215.000. En dat allemaal dankzij de deelnemers die zich vandaag hebben ingezet in en rondom de Dordtse havens. Volgend jaar een nieuwe editie.